Nou, zondag wordt het, als het goed is, 20 graden. Echt super fijn. Toen dacht ik, nou, dat is wel fijn. Doe ik gewoon lekker korte broek aan. Kunnen mijn benen lekker een kleurtje krijgen. Het is woensdag. Ik ben wel aangekleed al en opgemaakt. Trui, Warehouse, broek, mango, laarsjes, vagebond en mijn Mimo-poet. Gaan dadelijk de deur uit, dus even rommelen in huis. Snel wat dingetjes en ik heb vandaag echt even een kleine to-do-lijst. Want ik heb echt zoveel gedaan de afgelopen dagen. Dus vandaag alleen het noodzakelijke en verder gewoon even lekker niks. En dadelijk bij mijn ouders op visite. We zitten in de auto en ik ga even heel snel bij de supermarkt stoppen om te kijken voor een paar dingetjes die, waar ik mis op greep. En... Want de thee zou vandaag binnenkomen, hè? Wat zou er binnenkomen? De thee. Ja, de thee. Die maar die andere groentemix kan helemaal niet. Nee, die is gewoon, die maken ze niet meer en die hele fabriek is dicht. Dus dat is echt heel, heel jammer. Maar goed, en ik moest nog een paar dingetjes wat niet lukte, dus ik ga kijken of het nu lukt. Maar kattengrit is gelukkig wel gelukt. Die is wel gelukt, inderdaad. Maar eerst niet. Nee. Dus en ik vind het zo knap, niemand hamstert, maar alles staat leeg. Echt. En dan moet je minder vaak naar de supermarkt. Nou, ik moet vaker, omdat ik elke keer misgrijp. Dus ja, ik snap het af en toe ook allemaal niet meer. Maar goed. Ah, kijk hoe lief. Ze is altijd helemaal vriendinnen met personeel. Kijk, ze heeft zo'n plantje gekregen. Speciaal voor jou. Echt zo schattig voor op de kamer. Dus, zo leuk dat ze de supermarkt daardoor zo leuk vindt. We gaan snel de auto in en dan zijn we net aan op tijd bij mijn ouders. Dat was weer even lekker. Gewoon ook even eruit zijn. Ze heeft ook voor de school, moet ze elke dag een stuk lezen, heeft ze voorgelezen. Nou, dat kan natuurlijk nu ideaal. En dat ging ook heel erg goed. Mama. Nog geoefend met fietsen. Ja, en ik was echt zo moe. En ik heb op de dijk gefietst. Hè? Ja, je hebt hartstikke goed gefietst. En ik heb lekker even een rustmomentje gehad. Ja, mijn broertje erachteraan gerend. Ik lekker rustig op de bank met een theetje. Zij lekker buiten geweest. Ze heeft nog geoefend met lezen voor school. Dat ging ook heel erg goed. Dus wat dat betreft... En... Ja, er kwam ook een Engels woord. Ja, weet je en nog ik weet welke? Niet meer hoe het heet. Knock. En dat schrijf je als? Knock. Knok. Knok, knok. Nou, dat rijmt. Knok, knok. We gaan nu naar huis. Kitty komt als het goed is ook zo langs en gezellig eten. Dus wat eten we eigenlijk? Stamppotatdijvie. Yes. Want dat had ik vorige keer gemaakt. En Kitty vond het zo lekker vorige keer. En toen wilde ze thuis maken en toen kon dat even niet. Wordt corona? Nee, een heel ander verhaal. Maar toen dacht ik... Hier gingen we er zo naartoe naar de speeltuin. Ja, maar ik was wat aan het vertellen. En kijk, beer voor het raam. Beer voor het raam. Kom op, beer. Gaan we jij maar kijken of je beren ziet. Maar toen kon ze het niet maken. En het was vorige keer, vond ze het zo lekker. Dus toen dacht ik, ik kook normaal nooit twee keer hetzelfde zomaar achter elkaar als iemand komt eten. En nu ga ik dat expres bewust dus wel doen. Ik ben gezellig met Kitty. En Sarah moet nog komen, maar die heb ik geroepen. Die is aan buiten spelen. Die komt als het goed aan. En we hebben lekker... Stamppot andijvie. Dat was nog even een gezellig avondje. En ik heb daarna ook nog even lekker mijn digitale sociale contacten gehouden. Leeds of voor gewoon telefonisch contact dus. En ik zit te editen nu en ik heb gewoon eigenlijk geen zin om te editen, maar ik wil hem per se af hebben. Maar bruh. Een beetje die sleur denk ik van alles. Ik heb net wel echt al een hele to-do-lijst voor mezelf gemaakt voor morgen. En die lijstjes houden me wel echt... Ik ben heel blij dat ik ze maak. Ik maak wel vaker to-do-lijst, maar kijk, ik heb allemaal... Ja, dat zie je niet, denk ik. Allemaal puntjes ingezet in de WhatsApp. Allemaal dingen die ik moet doen. En ook dingen ingezet waar ik echt die ik elke keer uitstel. En elke dag zet ik er 1 of 2 punten van op. Omdat die gewoon moeten. Dus het moet. Het moet. Maar ik wil het niet. Maar goed. Aan de andere kant ben ik heel blij met die lijstjes. Want daardoor
ja, staat het toch niet stil en doe ik gewoon wel heel veel nuttige dingen. En dat zorgt toch wel dat je de dagen dan een beetje doorkomt. Dus, en ik moet haar morgen wassen. Het is niet heel vet, maar het zit gewoon niet meer. Dus, goed, ik ga me er hier even toe zetten. Dat is echt erg, want ik ga moet mijn vlog editen, maar ik heb geen zin. Dus ik ga vloggen, dat ik geen zin heb om mijn vlog te editen. En daardoor stel ik mijn vlog editen uit en heb ik morgen mee te editen. Ik heb mezelf toch weer tot een stuk editen gezet, maar het zit er vandaag gewoon niet echt in. En elke keer dan begin ik een verhaal en dan vergeet ik het weer en dan ben ik aan het editen. Nou, en dan wil ik niet blijven staan. Ja. En dan hoor ik een verhaal waar ik niet op verder ben gegaan en dan denk ik, oh ja, dat is ook wel handig. Ik had natuurlijk die gordijnen en die ene past wel, die komt echt perfect uit qua maat, maar die andere niet. Dus ik heb vandaag heb ik hem 1 maat kleiner besteld. Dan kan ik die andere terugsturen. Alleen daar wacht ik nog heel even mee. Want als die dan net toch weer te klein is, dan moet die eerste natuurlijk, die grote die wel past, ook terug. Want dan heb ik er niks aan. Dus ik hoop dat dat niet te lang duurt. Want hij moet binnen 30 dagen dan terug. Nou, en het duurde al even vorige keer dat verzenden. Dus ik weet niet hoe lang dat duurt. En het is echt niet fingers crossed. Maar dat raam is op de een of andere manier een vrij afwijkende maat. Dus ik kom elke keer daar niet op uit. En nu dacht ik dus wel te hebben besteld. En ja, ik heb hem dus nu 10 centimeter kleiner besteld. En ik ben echt bang dat hij te smal gaat zijn. Dan, ja, dat is natuurlijk heel raar dat hij dan dat hij voor het raam hangt en dat je nog een open stuk houdt. Die baat ik ook maar zo bij trouwens. Maar goed, ja, dus ik vind het heel spannend. Ik hoop zo dat hij past, want ik moet daar zo'n nieuwe gordijn hebben. Maar deze zijn niet in te korten. Dat systeem, er zit een metalen buis in. En ik had al zitten kijken. Eerst dacht ik, ja, het moet toch kunnen, maar je sloopt heel die gordijnen. Dus dat heeft geen zin. De lamellen zijn er helemaal niet in de maat of luxe flex. Ik gooi die twee af en door elkaar, ik weet niet. Dan denk ik, nee lamellen, nee luxe flex, nee lamellen. Nou, lamellen. Die heb ik helemaal niet in die maat kunnen vinden, want dat vind ik eigenlijk beter. Maar ik wil gewoon zeker met die inbraak en die poging tot inbraak. Weet je, dat is in 5 maanden al geweest. Ik weet niet, ik moet er echt wat. En dan zei ik, vroeger heeft er altijd wat gehangen. Ja, toen zijn ze natuurlijk kapot gegaan. En toen hebben we ze gewoon nooit vervangen. Echt zo stom. En toen hebben we toen wel de hele boel geverfd en alles. En dat is er gewoon nooit van gekomen. En hier en daar heb ik wel gekeken. En dan kan je niet de goede maat hebben. Laat maar. En dan weer terug. Gewoon niet eens laat maar. Maar gewoon, dan komt het hele leven weer tussendoor of zo. Dus ja, zover ben ik gewoon helaas nog steeds niet gekomen. En dat is gewoon jammer. Maar hopelijk nu bijna. En het wordt denk ik echt zo'n heel erg lang, boeiend verhaal voor jullie. Dus mijn waterkoker is klaar. Ik ga thee zetten en ik ga mezelf dwingen tot die vlog. Want ik vind deze dagen wel echt dat, ja, nu ook 5 weken zit je eigenlijk nog in lockdown. Of eigenlijk zit je in lockdown. Waardoor echt zo verschrikkelijk veel dingen vervallen. Dus als je eigenlijk niet bezig blijft, dan ga je dadelijk helemaal naar een staat dat je niks meer doet. Ja, dat is gewoon echt, dat gaat het hem gewoon niet worden natuurlijk. Dus dat wil ik echt voorkomen. Ik wil gewoon wel actief blijven met alles wat ik kan en mag doen. En ja, gewoon bezig blijven. Dus dat vind ik gewoon echt belangrijk. En ik heb echt zoiets, als alles dadelijk weer vrijgegeven wordt, dan wil ik dat gewoon af hebben. We hebben bijvoorbeeld een schuur in de tuin. Ja, die is echt 1 grote chaos geworden. Want iedereen gooit er alles maar in. Maar als je ergens bij wil, dan is het gewoon uitgegraven. Dus die moet gewoon opgeruimd worden. Nou, zondag wordt het, als het goed is, 20 graden. Echt super fijn. Toen dacht ik, nou, dat is wel fijn. Doe ik gewoon lekker korte broek aan. Kunnen mijn benen lekker een kleurtje krijgen.
haal ik heel die schuur leeg, ga ik hem helemaal uitzoeken, opruimen. En ik heb er heel weinig zin in om dat te doen, want ik stel dat echt al een jaar uit, denk ik. Dat is echt zo'n klus waar ik gewoon geen zin in heb. Maar als het gedaan is, dan weet ik wel hoe fijn, want net als met Sarah's kamer gisteren, ik had er echt geen zin in. En ik vind het zo fijn dat ik het goed heb gedaan nu. En dat is wel echt met opruimen. Dan als je dat dan eenmaal gedaan hebt, dan is het gewoon geweldig en top. En helemaal happy de peppy. Dus ik ga me er gewoon echt wel toe zetten. Moet. En nu, dat is wel het voordeel denk ik van vloggen. Nu heb ik het gezegd, dus dan moet ik het gewoon doen. Ja, hier zijn mijn stok achter de deur. Oké, weer lekker met tegenlicht. Ik wilde mijn laarzen uitdoen voor naar bed. Deze laarzen ook zo uit. Maar deze, die linkervoet, die gaat elke keer gewoon niet uit. Het gaat helemaal nergens over. Oh, ik kreeg die laarzen ook niet van mijn voet. En het stom is, toen die in de auto bleef hangen, kreeg ik hem zo uit. Echt. Oh, zo, ik heb hem. Echt, het gaat helemaal nergens over. Terwijl, als ze aan zijn, zijn het de meest fijne laarzen ooit. Dan zitten ze echt geweldig, ze lopen geweldig. Alleen dat uittrekken van die linkerlaars, nou echt, hou op. Maar goed, ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik ga lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik hieronder natuurlijk even op abonneren. Vind ik superleuk. En duimpjes, reacties, ook helemaal top. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!